Goedemiddag, gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en alle die met ons verbonden zijn en meeluisteren via de moderne media. In deze dienst gaat ons eigen dominee Mulder voor. En de schriftlezing is Psalm 51 en ook de Nederlandse geloofbeleider is artikel 15. Het thema van de dienst is: was mij witter dan sneeuw. Mededelingen van de kerkraad, de collecte, de fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor het jeugdwerk, met name oppas en toerusting. U kunt uw gifte overmaken op de bank voor de vaste kosten van onze gemeente. Bankrekeningnummer is vermeld op de zondagbrief of eventueel op de website www.pniel.nl. We gaan nu zingen ter inleiding Psalm 115, het 6e en het 7e vers. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag staan we stil bij een gebed om vergeving. Vergeving van zonde zoekt David in Psalm 51. En de psalmen die we met elkaar gaan zingen, die hebben daar ook allemaal mee te maken. Zo ook Psalm 65. Als we vers 1 en 2 gaan zingen, dan zingen we aan het begin van vers 2 een stroom van ongerechtigheden. Die had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. We zingen op Psalm 65, vers 1 en 2. Ik wil vanmiddag graag het geloof met u belijden. En dat het vanmiddag gaat over de vergeving van de zonden,
wilde ik dat graag doen aan de hand van vraag en antwoord 56 en 60 uit de Heidelbergse Catechismus. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 19, vers 6, waar we ook bidden om vergeving. O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 19, het zesde vers. Vraag en antwoord 56. Wat gelooft u aangaande de vergeving van de zonden? Dat God op grond van de genoegdoening door Christus mij al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil toerekenen, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. Vraag en antwoord 60. Waardoor bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een echt geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij, zonder enige verdiensten van mijn kant, louter uit genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde gehad of bedreven had. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid had volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Alleen door deze weldaad met een gelovig hart aan te nemen, ben ik rechtvaardig voor God. Amen. Zullen we ook samen in het gebed tot de Heer onze God gaan. Genadige Heere, tot u naderen we in ons gebed. Want wij zijn mensen die hebben te zingen en hebben te vragen om vergeving. Want Heere, er is iets in ons wat neigt naar zonde. Er is iets in ons wat door ons geweten en door keuzes minder opvalt, maar wat zomaar naar voren kan komen. Heer, er zit iets in ons wat uw wet zo makkelijk overtreedt en wat niet u lief heeft boven alles en onze naaste als onszelf. Maar wij komen tot u, tot de troon van uw genade, op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En we weten ons bevoorrecht dat we als gemeente zo vaak daar mogen komen. En ook in onze persoonlijke gebeden
dat we mogen naderen tot uw troon, die de genadetroon is. En we komen tot u omdat wij uw barmhartigheid nodig hebben. Omdat wij uw genade nodig hebben om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En Heere, dan doen we dat terwijl we onszelf verootmoedigen. Als het vanmiddag ook gaat over schuld, over zonde, dan is dat iets wat misschien moeilijk is. Maar Heere, wij mogen toch bij u komen. Wij schamen ons vaak voor dat wat er soms in ons hart naar boven komt. Wij schamen ons voor wat we gedaan hebben. Maar bij u mogen we toch eerlijk zijn. U weet het al lang. En Heere, dan weet u ook of we dat moeilijk vinden om dat persoonlijk tegen u te vertellen. Maar hier zijn wij. We vragen nu, ook vanuit dat gebed wat u, Heer Jezus, onszelf heeft leren bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heere, vergeef ons de zonde die we heel bewust hebben gedaan. Wat er heel bewust uit onze mond flapte. Vergeef ons onze schuld in wat we hebben nagelaten. Wat we anders hadden moeten doen. Heere, reinig ons van onze verborgen schuld, verborgen zonde. Vergeef het ons, Heere. En we danken u dat er bij u vergeving is. En dat we u mogen kennen als een graag vergevend God. Dat u zondaren wil vergeven. En dat we mogen geloven dat het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ontreinigt van alle zonden. Heere, dat geeft ons vertrouwen. En we danken u, Heere, met een ieder die in u gelooft. Dat we uit dat geloof, uit die vergeving mogen leven. En Heer, als er misschien dingen zijn die we nog te beleiden hebben, wilt u ons daartoe aanzetten. En geef dat we ook vreugde vinden in uw vergeving. Vreugde vinden in het feit dat u vijanden, dat u zondaars aanneemt tot uw kinderen. We danken u, Heer, dat u zichzelf zo openbaart in uw woord. En als er vanmiddag zijn, heren, die hier in de kerk zijn of op afstand verbonden, die u nog niet kennen, wilt u dan verandering brengen? Geef dat we eerlijk worden en dat we in u vergeving van al onze zonden ontvangen. Heren, dat is toch heerlijk. Geef het dan niemand van ons hoeft te schrikken als we voor de rechterstoel van u zullen verschijnen. Heren, gebruik zo deze dienst. Voor ons hier in de kerk, ook als we op afstand verbonden zijn, dan kent u ook al onze persoonlijke omstandigheden. We bidden u, Heren, voor de kinderen. Zegent u de oppas ook, zegent u de parel. Zegt u de kinderen ook in hun ontwikkeling. Help ze als dingen soms lastig zijn. Als zij misschien ook aanlopen tegen ongehoorzaamheid. Tegen liegen. Wilt u het vergeven, Heren. En wilt u ze vormen en kneden. En geef u dat de kinderen, mannen en vrouwen, mogen worden naar uw hart. Zegt u ook de jongeren. Als er van alles in deze wereld aan hen trekt. En als het ook dingen zijn die ons bij u vandaan trekken. Die maken dat we ons doel, het doel wat u met ons leven voor ogen heeft, gaan missen. Heer, houdt u die jongeren op het spoor. Laat u ze de smalle weg gaan. Geef dat ze ook mogen merken dat we als gemeente om hen heen staan. Help ze bij studie, bij werk. Houdt u ze vooral dicht bij u. Zegen ons als we midden in het leven staan. Of alleen het leven zijn, of een relatie hebben. Of deel uitmaken van een groot gezin, of klein. Heere, wilt u ons leiden, ons vormen en ons een goede dienst geven. Ons geven dat we vreugde mogen vinden in uw vergeving en genade. Trouwe Vader, zorgt u ook voor de ouderen van de gemeente. Als ze hier in de kerk zijn, maar als er ook velen zijn die niet meer naar de kerk kunnen of dat niet meer durven, voor wie het niet meer mogelijk is. Wees u hen ook nabij. Geef dat ze mogen leven van uw genade. Uw trouwe zorg, van uw vergeving. Dat ze samen met de anderen mogen groeien in de genade en kennis van u, Heer Jezus Christus. Wees in het bijzonder ook bij die ouderen die te maken hebben met Alzheimer. Als de krachten afnemen en als de gedachten minder worden. Bijzonder ook bij die mensen die wel heel diep daardoorheen gaan. Of die helemaal niet meer aanspreekbaar zijn of eigenlijk niet meer bereikbaar. Ontferm u.
Wees daarin alstublieft ook nabij. Ook bij de mensen die eromheen staan. Heren, zo slaan we onze ogen op tot u. Als kleine, kwetsbare mensen. Maar wel als gemeente van uw verbond. U heeft toch uw naam aan ons verbonden. Zou u alstublieft ons willen laten weten. Willen laten ervaren. Weer willen verzekeren. Dat u zich ook met ons verbonden hebt. Heren, spreek zo. Weer de duivel. En laat het zijn dat uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, wat fijn dat jullie vanmiddag in de kerk zijn. Ik heb de kinderbijbel meegenomen. En hierbovenop zie je koning David. En hij kijkt vanaf de rand van zijn paleis, kijkt hij naar beneden en hij ziet daar een hele mooie vrouw. En misschien ken je de geschiedenis wel en weet je dat dit Batseba is. Hij denkt, dat is een mooie vrouw, daar wil ik mee trouwen. Dat lijkt me wel wat. Maar ja, kan dat zomaar? Nee, hè? Want Batseba is al getrouwd. Met wie is Batseba ook alweer getrouwd? Wie weet dat? Iemand een idee? Ja, zeg het maar. Met Uria. Ja, precies. Met Uria is ze getrouwd. Dus dat is toch heel vreemd? Dat kan toch niet? David, je kunt toch naar die vrouw kijken, maar ze is toch al getrouwd? Ja, je kent misschien het verhaal wel. David laat Batseba komen. En uiteindelijk zorgt hij ervoor dat Uria niet meer leeft. Moet hij vooraan in de strijd. En dan wordt hij geraakt, sterft hij. En dan komt Batseba bij hem thuis. Ja, dat is niet mooi. En hij doet alsof er niks aan de hand is. Maar dan komt er op een gegeven moment een profeet. En die profeet, wie weet hoe die heet? Die profeet, die heeft een naam. Ja, zeg het maar. Nee, bijna goed. Die profeet heeft de naam Nathan. Jij wist het, hè? Ja. Naam Nathan. En die vertelt een verhaal over iemand met veel schapen en iemand met weinig. En dat diegene met die veel schapen die ene wil van die persoon die er maar één heeft. En die pakt die. En dan wordt de koning heel boos. En dan zegt die profeet Nathan, koning, gij zijt die man, jij bent dat. En in één keer moet David denken, oh ja, ik heb het fout gedaan. Ik ben schuldig. En zie je hem? En ik denk, ja, zo heb ik dat gedaan. Ik had dat nooit mogen doen met Batseba. Ik had dat nooit mogen doen met Uria. En hij voelt zich heel schuldig. En je ziet het aan zijn gezicht. En als hij zich zo schuldig voelt, dan schrijft hij een lied, een psalm. Psalm 51. En dan vraagt hij ook aan de Heere God, wilt u mij alstublieft vergeven? En daar gaan we nu vanmiddag met elkaar naar luisteren. We gaan die psalm met elkaar lezen. We lezen Psalm 51 in zijn geheel en daarachteraan artikel 15 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Leest u met mij mee. Een psalm van David voor de koorleider, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Batseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw mijn binnenste een standvastige geest.
Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heren, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verslagen en verbrijzeld hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Tot zover Psalm 51. Lezen we ook uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 15. Over de erfzonde is dat. En daarna zingen we met elkaar ook het Psalm 51, het eerste en het vierde vers. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde zich over heel het menselijke geslacht heeft verbreid. Dat is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk kwaad waarmee zelfs de kleine kinderen in de moederschoot besmet zijn en dat de wortel is waaruit allerlei zonden in de mens voortkomen. Zij is daarom zo gruwelijk en afzichtelijk voor God dat zij reden genoeg is om het menselijk geslacht te verdoemen. Ze wordt ook zelfs door de doop niet volkomen teniet gedaan of geheel uitgeroeid, aangezien de zonde altijd uit deze verdorvenheid ontspringt als opwellend water uit een giftige bron. Zij wordt evenwel aan de kinderen van God niet toegerekend om hen te veroordelen, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven. Niet opdat zij in de zonde gerust zouden slapen, maar opdat het besef van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten in het verlangen om uit het lichaam, dat in de macht van de dood is, verlost te worden. Hiermee verwerpen wij de dwaling van de Pelagianen, die zeggen dat deze zonde enkel uit navolging ontstaat. Tot zover.
Na de verkondiging zingen we Welzalig Hij. En natuurlijk ook zij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, vers 1 en 3, na de verkondiging. Het thema voor de preek is, was mij witter dan sneeuw. Dat kom je ook tegen in Psalm 51. Drie punten als structuur voor de preek. Waar ik tegenaan loop, waar dat vandaan komt, waar ik naartoe moet. Waar ik tegenaan loop, nou voor David is dat vers 1, een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Batseba was gekomen. Dus David is ergens tegenaan gelopen. Waar het vandaan komt, en dan zegt hij in vers 7, zie ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Er zit iets in mij, zegt David. En waar ik naartoe moet, vers 9. Ontzondig mij met hyssop. Dan zal ik rein zijn. Was mij. Dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Vandaar ook het thema. Was mij witter dan sneeuw. Gemeente van Christus, u vanmiddag hier in de kerk en u die op afstand verbonden bent, we zien hem lopen. En je merkt aan de manier van lopen dat hij heel wat heeft meegemaakt. En als je zijn kleren zo bekijkt, dan verraadt dat dat hij rijk was. Dat hij welvaart heeft gekend. Maar nu, ja, het stinkt. Scheuren erin. En als je kijkt, het valt veel te groot. En zo loopt hij op weg. Ja, hij loopt op weg en in zijn gedachten denkt hij eraan. Ik had nooit gedacht dat ik daar zin in zou krijgen. Ja, daar zat hij bij de varkens. Was natuurlijk iets wat hij nooit had gedacht. Maar toch, hij kwam er. Hij moest wat. En toen kreeg hij daar zin in varkensvoer. Nou jongens en meisjes, zou je daar zin in krijgen? Vanavond uit de kerk een bordje varkensvoer? Hij had er zin in. En nu... nu is hij maar naar huis gegaan. Op weg naar zijn vader. Want ja, hij herinnerde zich hoe goed het bij zijn vader was. Hoe zijn vader had gezorgd. Ja, hij ziet ook wat zijn eigen keuzes teweeg hebben gebracht. Wat is het gelopen? Hij ging voor genot. Voor mijn genot, voor mijn geluk. Voor mijn gelukservaring. En hij loopt daar. En hij weet maar al te goed. Dan ben ik zondig. Ik heb schuld. Wat ik gedaan heb, dat maakt me schuldig voor God. Ja, als we die verloren jongste zoon uit die gelijkenis zien lopen, dan is die daartegen aangelopen. Tegen de gevolgen van zijn eigen zonde. Wat was ik op mezelf gericht, op mijn geluk, op mijn genieten. Tja, ik dacht niet aan later. Ik dacht niet aan anderen. Wat God en zijn gebod zeiden, ach, laat maar. En misschien herhaalt hij het nog wel een keer, wat hij in zijn hoofd heeft. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ja, zo zien we de gelijkenis van de verloren zoon. Hij is ergens tegen aangelopen. Waar hij zich voor schaamt. Waar hij zich schuldig over voelt. En misschien bent u, misschien ben jij, misschien zijn wij ook wel eens tegen zoiets aangelopen. Tegen iets waar je je voor schaamt. Misschien weet niemand het om je heen. Misschien ook wel iets waar je schuldig over voelt. Of schuldig over zou moeten voelen. Het kan ons allemaal overkomen, denk ik. Kijk, als het zelfs een David kan overkomen. David, de man naar Gods hart. David, die het goed voor elkaar heeft. Hij is koning na alles wat er gebeurd is. Hij leefde heel afhankelijk, maar op het moment dat hij koning is, dan wordt het makkelijker. Ja, dan hoeft hij ook niet meer mee naar de strijd. Het gaat goed. Hij heeft succes, welvaart. Ja, en wat dan gebeurt bij veel mensen, is dat je dan God wat meer vergeet. Dat je minder een man van God wordt. Zo herkenbaar. Toen je startte met die opleiding, of toen het moeilijk was. Toen je begon met je eigen bedrijf, ja toen was hij zo afhankelijk en je bad er dagelijks voor. Maar op een gegeven moment gaat het goed.
En het gaat voorspoedig en je vergeet God en de band met hem wordt dunner. Was je eerst nog een bescheiden iemand, nu stel je wat voor. Bij David gebeurt het. De lijn met God lijkt dunner te worden. Ja, de offerdienst ging door, de tempeldienst ging gewoon verder. Maar hij heeft zijn zaken goed voor elkaar en hij heeft een luxe leven. En in 2 Samuel 11 lees je in vers 1. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurde. Zij richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David echter bleef in Jeruzalem. In de tijd dat de koningen ten strijde trekken, blijft David thuis. In de tijd dat heel Israël daar is, blijft David hier. En hij staat dan 's avonds op in de avond. Je merkt dat hij zijn leven vult met een stukje leegheid, dat er iets van verveling in zijn hart is. En dan ziet hij Batseba. En hij ziet en hij begeert en het wordt een soort domino effect en het gaat verder en verder. En natuurlijk kunnen we dan kijken naar David. Waarom doe je dat? Maar waarom is Batseba überhaupt te zien? En ze lijkt ook nergens tegen te werken. In ieder geval zijn oog wordt getrokken. Maar ja, Batseba is de vrouw van een officier in zijn leger van Uria. Dat kan natuurlijk niet, maar ja, als je eenmaal begeerte hebt en verlangens nemen de overhand. Tja, en de rest is geschiedenis. Ja, Uria, die is natuurlijk eigenlijk de man. Dus ja, hij probeert er alles aan te doen dat Uria bij Batseba slaapt. Maar Uria de Hetiet een heiden, is trouwer aan het volk, aan het leger en aan God dan David zelf. Ook al voert David hem dronken, hij gaat niet naar zijn vrouw toe. Ja, en David, die zit met dat domino effect. Ja, die denkt, nu komt het straks nog uit. Ik moet wat. En dan Uria maar voor in de strijd. En uiteindelijk, als Uria gestorven is, Batseba rouwt en neemt Batseba tot vrouw. Zo, zand erover. Maar, zegt 2 Samuel 11, vers 27, het is slecht in de ogen van de Heere. En zo zien we hoe een man van God in het fuik van de zonde zwemt. Hoe die van het een in het ander komt. En dan een vraag. Zijn wij er te goed voor? Natuurlijk. Ik hoop niet dat u een moord gepleegd heeft. En dat u in overspel leeft. Maar zijn we er te goed voor? Is het misschien ook zo dat, net als bij David, dat Nathan nodig is? Dat u misschien net als David eigenlijk iets wegstopt in uw leven, waar u zich misschien wel voor schaamt, wat uw geestelijk leven ook te neerdrukt, maar wat u niet in het licht brengt. En dat deze preek vanmiddag voor u dan een Nathan is. Die zegt, u bent die man, u bent die vrouw. Omdat je eerlijk wordt en weer echt vreugde vindt in God en in wat vergeving is. En kijk ook eens naar je agenda. Kijk, een te lege agenda of een te volle agenda is een voedingsbodem voor ons om in het verkeerde te vallen. Ik las ergens dat er puriteinen geweest zijn die elkaar erop bevroegen. Die vroegen elkaar, heb je een goed gevulde agenda? Kijk, als je te druk bent, je hebt een te volle agenda, dan word je moe en heb je behoefte aan snelle bevrediging van verlangens. En dan kun je dat heel makkelijk zoeken in zonde. Maar als je een te lege agenda hebt, ja, ledigheid is des duivels oorkussen, dan kun je ook makkelijk vallen. Een gezond gevulde agenda is belangrijk. Want anders, er kan van alles misgaan. Kijk, wij zijn waarschijnlijk bewaard voor wat David hier doet. Maar misschien als ik het zo verwoord, dat het dan dichterbij komt. Dat je met een ander mens omgaat als een object voor jouw geluk, voor jouw lust. Als een object. Niet als een mens, geschapen en geliefd door God. Maar dat je op verschillende vlakken over de schreef gaat. Zakelijk, seksueel,
in je communicatie. Hebben wij mensen nodig als Nathan? Hebben wij de moed en de lef en de liefde van Nathan nog in onze tijd? Om te zeggen, jij bent het. Moet jij niet? Is dit niet aan de hand in jouw leven? Natuurlijk kun je zeggen, dat is toch voor de kerkraad. En laat de dominee dat dan maar doen, maar is dat niet laf? Is het niet een verantwoordelijkheid voor ons allemaal? Is het misschien nodig dat wij als Nathan zijn? In ieder geval zullen wij er persoonlijk tegenaan lopen waarschijnlijk. Kijk, als David, de man naar Gods hart, er tegenaan loopt, zouden wij dan ook niet iets hiervan kunnen herkennen? Als Salomo, de Jedidja, de geliefde door God, als hij er tegenaan loopt, zouden wij het ook niet hebben? Petrus, de rotsman, als hij het ervaart, wij dan niet? De discipelen, Paulus, de apostel van de heidenen, het kwade dat ik niet wil, doe ik. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Ik, ellendig mens. Ja, misschien herinner je tijdens het luisteren vanmiddag wel aan iets. Je bent ergens tegenaan gelopen. Of je loopt in je gedachten er weer tegenaan. En dat doet vanmiddag zeer. Auw. En misschien zie je net als de verloren zoon de gevolgen in je eigen leven. Of misschien net als David de gevolgen in zijn gezin. Auw, je loopt ergens tegenaan. En zo lopen we denk ik allemaal, op onze eigen manier, onze eigen mate, tegen onze zonde aan. En dat doet zeer. Dat is niet leuk. En dat belemmert ons geestelijk. Maar waar komt dat dan vandaan? En dan zijn we bij het tweede. Want laten we vanmiddag dan een spade dieper gaan. Want waarom deed u dat dan? Waarom deed jij dat? Waarom deed ik dat? Waar komt dat vandaan? Als je je worstelt met een pornoverslaving, waar komt dat vandaan? Of als je geneigd bent om geld te stelen, waar komt dat vandaan? Of als je zo makkelijk roddelt, wat is de oorzaak daarvan? Wat ligt eronder? Kun je dan niet gewoon zeggen, ik stop ermee. Ik kies er nu voor om het nooit meer te doen. Ik wil met God leven, ik wil een man zijn, een vrouw zijn naar Gods hart. Ik kap ermee, ik doe het nooit meer. Ja, radicaal zijn is goed. En je kunt en je moet met dingen breken, dat is bekering. Maar ik denk als je in je hart kijkt, dat die neiging er nog steeds is. En waar komt dat nou vandaan? Die neiging, dat je verlangen soms gewoon de overhand nemen. Dat begeerte je besturen. Dat je boosheid je ergens toe brengt. Die gevulde agenda kun je naar wijzen. Iets waar je mee zit of wat je ziet bij anderen. Maar waarom zeggen we niet gewoon vanmiddag, wij stoppen ermee. Wij zijn van de Pniokerk. Wij geloven in de Heer. Wij doen nooit meer zonde. Waarom lukt dat niet? En David die gaat dan een spade dieper. Die zegt in vers 7, zie ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En David die zegt dus, het zit diep in mij. Bij mij van binnen. Al vanaf het allereerste begin, het is als onkruid. Onkruid, ja nu in de winter groeit het niet zo hard. Maar als het dan in het voorjaar of de zomer, als het dan de zon heerlijk schijnt, en als het dan geregend heeft, het schiet de grond uit. Het zat er al die tijd al. Maar als de omstandigheden zo zijn dat ze kunnen groeien, dan gaat het. Nou, zo werkt het bij ons ook. En gezegend ben je als je een leven hebt waarin dat zaad, het onkruid van de zonde, niet kan opschieten. Maar er zullen momenten zijn dat er toch een voedingsbodem blijkt te zijn in een hoekje in je hart, waar het onkruid zomaar kan groeien. Kijk, David zegt dus, het zit bij mij van binnen. Het komt bij mij van binnen vandaan. Maar toen die vluchtte voor Saul, toen was het nog niet zichtbaar. Toen was hij de man naar Gods hart. Ik dien God. En natuurlijk, de gezalfde van de Heer, die pak ik echt niet aan. Maar later komt het wel naar buiten.
is dat misschien iets wat we erfzonde moeten noemen? Dat wij net als Adam ook echt Adam zijn. Adam betekent mens. Dat voor ons groot en klein, oud en jong, rijk en arm, dat er bij ons van binnen in ons hart als het ware een bakje is met zaad van onkruid. En er hoeft maar iets te gebeuren, de omstandigheden hoeven goed te zijn en het schiet de grond uit. Moet u kinderen leren liegen of gaat dat vanzelf? Hoeven onze kinderen toch ook niet te leren om ongehoorzaam te zijn? David gaat de spade dieper en zegt, het zit bij mij van binnen. En Paulus zegt er ook iets over, Romeinen 5 vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Weet je wat de Heere zegt in Genesis 6 vers 5, vlak voor de zondvloed, over de mens. De gedachtespinsels van hun hart zijn alleen maar slecht. Nou, dan heb je natuurlijk de zondvloed gehad. Noach die heeft het overleefd. Maar het staat er vlak na de zondvloed in Genesis 8 vers 21 over de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht. Van zijn jeugd af. Oké. En Job zegt in Job 14 vers 1. Wie zal een reine geven uit een onreine? Tja. Dus blijkbaar word ik geboren met iets in mijn hart wat de verkeerde kant op gaat. En als het over dat punt gaat, dan komen misschien bij u, bij jou of bij anderen komen de vragen boven. Maar wij als mensen hebben toch ook een vrije wil. We hebben toch ook gewoon te kiezen. En is het niet oneerlijk dat God ons zo gemaakt heeft met die neiging? God had ons toch ook goed en volmaakt kunnen maken dat we dat niet hadden? Tja, en is dat eigenlijk wel zo? Heb ik wel in mijn hart dat bakje onkruid? Stel je voor, zei iemand, dat je een kind laat opgroeien in een perfecte omgeving waar niemand zonde doet. Ja, dan gaat dat kind ook gewoon perfect leven, toch? Ze hebben alleen een verkeerd voorbeeld in deze wereld, daarom doen we verkeerd. Het zit niet binnenin ons, we volgen gewoon het verkeerde voorbeeld. Dat is de gedachte van Pelagius, ik kom aan het einde van het artikel tegen. Goede vragen. Maar laat ik er dit over zeggen. Als je vanuit die vragen komt, dan ga je vastlopen. Want wie ben ik als klein mensje om op de stoel van God te zitten? En natuurlijk kun je zeggen, het is oneerlijk. Maar ben ik niet zelf oneerlijk? Ik red het toch niet? Laten we bescheiden blijven. En laten we dan gewoon maar met David zeggen, ja, blijkbaar zit er iets in mij wat neigt naar zonde, naar het kwade. Ik ben Adam. En ook al denk ik van, nou, ik zou het beter doen dan Adam. Je moet je bedenken, Adam, dat is de beste vertegenwoordiger van de mensheid. God zegt, dat is degene, en zoals hij het zou doen, zo zouden alle mensen het doen. Adam, en Adam faalt, en ik ben Adam. We zouden hetzelfde gedaan hebben. Ja, zegt iemand, begint nu wel lastig te vinden. En ik betwijfel of het ook over mij gaat. Ja, echt. Kijk eens in je hart. Iemand, je kunt het vergelijken met onkruid dat zomaar gaat groeien als de omstandigheden goed zijn. Een ander zei, je kunt het ook vergelijken met een auto op de helling. Als een auto geparkeerd staat op een schuine helling en je zet hem op de handrem, dan blijft hij staan. Maar wordt daarmee de zwaartekracht minder? Is dan de zwaartekracht over of niet? Nee, haal die handrem er maar af en zie wat er gebeurt. Nou, zo is dat bij ons als mensen ook. Wij hebben de zwaartekracht van de zonde en die blijft als het ware heel ons leven op aarde trekken. En gelukkig hebben we de rem van ons geweten en de handrem van Gods belofte. En we hebben de vasthoudendheid van het geloof, als het goed is. En dat weerhoudt ons van erin te vallen. Zeker, maar er zit dus wel iets in ons. Ja, zegt iemand, oké, dat zit dus in mij. Maar hoe kom ik er nou vanaf? Want dat is toch wel vervelend, als dat neigt naar zonde. Dat wil je toch niet als je met Christus leeft? Nou, daar kom je niet vanaf. Dit is een feit, tot je laatste snik.
Zoals de zwaartekracht niet op te heffen is hier op aarde. Zoals dat onkruid niet weg te krijgen is. Zo is dat bij ons ook. En het artikel zegt uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, ze wordt zelfs door de doop niet volkomen teniet gedaan of geheel uitgeroeid. Dat tegen de achtergrond moet je bedenken, is de kerk van Rome die zegt, als je een kindje doopt, dan wast je daarmee de erfzonde af. Dan is dat daar helemaal van bevrijd. Dan heb je alleen nog maar vergeving nodig van de zonde die je doet en die je zegt. Dat is niet waar, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Nee, wij vinden daar geen grond voor. Dus we moeten een stap verder. En we mogen onszelf afvragen, waar moet ik dan naartoe? Want ja, ik loop tegen dingen aan in mijn leven. Blijkbaar kom ik erachter waar dat vandaan komt, maar dan gaan we naar het derde. Waar moet ik naartoe? Kijk, die verloren jongste zoon, die kwam tot zichzelf en die ging naar zijn vader. En hij herinnerde, zegt de schrift ons, de goedheid van zijn vader. En daarom ging die. David, hij gaat ook tot vader. Tot de vader in de hemel. Hij gaat in gebed in Psalm 51. En dat is de weg die wij ook mogen gaan. Tot God. En dan mogen we tot God komen met verwachting. Want die jongste zoon kon het zich niet, had het kunnen hopen, maar hij wist het niet. Maar hij kwam erachter dat die vader op de uitkijk stond. En als Nathan zegt tegen David, u bent die man, dan zegt David erachteraan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En direct erachteraan zegt Nathan, de Heere heeft uw zonde weggenomen. Broeders en zusters, misschien heeft u tot op dit punt in de preek zoiets gehad van, het is wel donker hoor. Maar als u dat dan ziet, dan hoop ik dat u nu ook ziet dat wij een graag vergevend God hebben. Een God die goed is en goedertieren. Die graag vergeeft als je tot hem komt. Ja, als je eerlijk tot hem komt. Want de jongste zoon had ook tot de vader kunnen komen en zeggen, pa, erg hè, die hongersnood, zielig voor mij toch? Is me zo overkomen. En al die mensen, ze hebben me niet geholpen. Erg hè, wilt u voor me zorgen? Had hij kunnen zeggen. Dan zegt hij in principe iets wat gebeurd is. Maar dan haalt hij zijn hele verantwoordelijkheid haalt hij eruit. David die had ook kunnen zeggen, Heere God, wat erg dat Batseba te zien was. Hè? Wat erg dat Batseba dat zo deed. Ze wist toch dat ik daar zo zwak in was? Of had hij misschien wel iets kunnen zeggen wat waar was, maar hij haalt zijn eigen verantwoordelijkheid eruit. Nee, eerlijk is het om ook te zeggen wat je eigen punt is. Die verloren zoon die komt tot de Heere, tot zijn vader en zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En David die komt ook eerlijk met alles wat hij fout gedaan heeft. En broeders en zusters, eerlijk bij God komen, dat is nou juist de weg naar weer echte geestelijke vreugde. En als je deze psalm doorkijkt, dan zie je die opbouw ook. Het begint met erkenning en je ziet dan ook vergeving en dan ook genezing. David die erkent zijn zonde. Hij gebruikt verschillende woorden. Vers 3, overtreding. Vers 4, ongerechtigheid, zonde. Vers 5, overtredingen, zonde. Vers 6, gezondigd, gedaan wat kwaad is in uw oog. David zegt, ik kom eerlijk tot u, ik erken wat er mis was. Ik zeg het u eerlijk, ik heb het al die tijd weggestopt, maar nu kom ik eerlijk. En dan vraagt hij om vergeving, om reiniging. Delg dat uit. Was mij, reinig mij, ontzondig mij, Heere, maak mij totaal rein. En dan lees je ook in de verzen daarna, dat hij zegt, geef me weer vreugde over uw heil. Geef me weer vreugde over wie u bent, want dat was weg. Broeders en zusters, is er misschien iemand die vanmiddag eerlijk tot God moet gaan? Ja, je hebt het een beetje op die andere manier gedaan. Erg hè, dat hij mij en dat mij overkomt. En al die keren dat je beleed, heb je eigen verantwoordelijkheid eruit weggehaald. Weet je wat je vanmiddag mag doen? Je mag eerlijk bij God komen. En als je dat doet, dan ga je de genade van God zien. Besef eigen onwaardigheid. Maar ik stop het niet weg, ik beleid het. Ja, misschien zeg je, ja, maar ik durf niet.
Ik schaam me. Ja, dan kun je proberen heel vroom te leven. Dan zeg je, weet je wat? Het was fout. Maar ik ga nu heel vroom 2 keer naar de kerk. En ik zal bidden en ik ga echt heel dicht bij de Heer leven. Maar als je dat niet beleidt, dan mist er iets. Zoals je kunt lezen in vers 18 en 19. Want u vindt geen vreugde in offers. Want anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart. O God, zult u niet verachten. Heere, wees mij zondaar genade. Geef mij een nieuw hart. En zo mag je eerlijk zijn. Je verootmoedigen voor God. Je schuld belijden. Kijk, David die deed dat hiervoor blijkbaar niet. En uit Psalm 32 weten we dat de geestelijke vreugde ook weg was. Er staat in Psalm 32, toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Het was dor, het was droog, het was geestelijk arm. Maar mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En u vergaf mijn ongerechtigheid. En er komt er een omslag in die psalm. De weg naar geestelijke vreugde is de weg naar eerlijk worden voor God. Er is een blokkade anders. Zonde blokkeert de weg naar God. Dan wordt het vreugdeweg. Wordt oppervlakkig. En David die gaat naar God. Heer, hier ben ik. En dan zegt hij, Heere, was mij witter dan sneeuw. Was mij, reinig mij. En dan gebruikt hij in vers 9 een prachtig beeld. Dan heeft hij het over hyssop. En hyssop, dat is in de Bijbel iets moois. Hyssop, als je ernaar gaat zoeken, dan kom je erachter. Het is een geneeskrachtig kruid. Ze zijn te helpen bij ademhalingsproblemen, bij darmklachten. Maar hyssop werd gebruikt als een soort kwast, een bundeltje hyssop. Als een soort kwast, bij de offers. Maar ook als iemand melaats was, onrein. Dan werd zo'n kwast gebruikt, werd zo'n bundeltje hyssop gebruikt als kwast, om bloed van een vogel mee te sprenkelen, te smeren, om daarmee duidelijk te maken, iemand is weer rein. En David zegt, ik ben als een melaatse. De zonde heeft als melaatsheid in mijn leven gewoekerd. Maar wat ik nu van u verlang, heren, dat ik als het ware met dat bloed van u weer rein wordt gesprenkeld. Het was besmettelijk, het woekerde voort. Maar maak mij witter dan sneeuw. Ja, als het gaat over dat bundeltje hyssop, dan kom je dat dus tegen in de offerdienst. Je komt het tegen bij de melaatsheid, maar je komt het ook tegen in Exodus 12. Vlak voor de uittocht. Dan zijn er al 9 plagen geweest en de laatste komt. Alle eerstgeborenen zullen sterven. Behalve in die huizen waar er met een bundeltje hyssop het bloed van het lam op de deurpost gesmeerd is. Met een bundeltje hyssop. En wie schuilt achter dat bloed is veilig. Er zijn uitleggers die zeggen, dat bloed werd vast aan de binnenkant gesmeerd, want ja, God ziet het toch wel. Het vooral aan de binnenkant gesmeerd, zodat de mensen het zelf konden zien. David gebruikt dit beeld. Mag ik schuilen? Wilt u mij rein wassen? Met hyssop. Laat er maar bloed zijn voor mij, dan wil ik daarachter schuilen, want schuilen achter mijn eigen daden, tot niks. Maar wilt u me maar rein maken? Wilt u me wassen? Witter dan sneeuw. En broeders en zusters, dan mogen wij kijken naar het Lam van God. En mogen wij weten dat het bloed van Jezus Christus nou reinigt van alle zonden. De Heer Jezus die kwam uit het reine hemel, waar het licht is. Hij stapte in deze wereld vol zonde en ongerechtigheid. En hij hing in de Godverlatenheid aan het kruis, in het donker, zodat er voor ons vergeving is, genezing, herstel, volkomen verzoening. God ziet mij door Jezus, alsof ik nooit één zonde heb gehad of gedaan.
Ja, alsof ik alle gehoorzaamheid van de Heer Jezus volkomen volbracht had. Wie schuilt achter de Heer Jezus, is rein voor God. Ook al merk je bij jezelf, waarom groeit dat onkruid nou toch zo hard? Waarom merk ik die zwaartekracht van de zonde en gaat mijn levensauto zo makkelijk van die helling af? Dan word ik vanmiddag eerlijk. Heer, hier ben ik. Dan zeg ik, ik verberg niks voor u. Ik vraag u om vergeving. En dan mag je, als je in de Heer Jezus gelooft, weten. Al mijn zonden zijn vergeven. God heeft ze weggedaan. En er is een bordje bij gezet. Verboden te vissen. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Was mij witter dan sneeuw. Waar ik tegenaan loop, dat kunnen hele moeilijke dingen zijn. Waar het vandaan komt, dat zit binnen in mij. Waar ik naartoe moet. Ik mag schuilen achter het bloed. Het hyssop. Tot slot. Ik hoop dat je tot hem komt. En ik hoop dat er vanmiddag nou niemand is die niet tot Christus vlucht. Want als je niet tot hem vlucht, dan heb je geen vergeving. Dan is er geen redding. En er is uiteindelijk, als je sterft, geen genade meer. Kom dan alsjeblieft tot hem. En broeder en zuster, als u nu schuilt achter het bloed van het lam, dan kun je soms te maken hebben met verkeerde verlangens. Dan kan het onkruid van de zonde zo weer boven komen. Je kunt ermee worstelen. Maar als je schuilt achter Christus, dan weet je, ik ga naar die toekomst toe. Dat als ik hier op aarde mijn laatste adem uitblaas, dan zal ik nooit meer last hebben van zonde. Dan zal nooit dat onkruid meer kunnen groeien. Dan zal die zwaartekracht van de zonde nooit meer aan me trekken. Dan is het volmaakt. Dan doe ik nooit meer pijn, zal me nooit meer pijn worden gedaan. Kom dan tot hem. En zeg maar tegen de Heer: Heer, was mij witter dan sneeuw. Was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer, Heer, mijn berouw. Wees mij genadig, o God. Heb met mij toch geduld. Wees barmhartig. Ik pleit op uw trouw. Was mij witter dan sneeuw. Laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Ja, met David mogen we daarom vragen. Maar dan mogen we vanuit Psalm 51 nog één stap zetten naar Jesaja 1. In Psalm 51 vraagt David: was mij zo wit als sneeuw. Was mij witter dan sneeuw. Maar hoor eens wat de Heere zegt in Jesaja 1. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dan ben ik witter dan sneeuw. Om Jezus wil. Amen.
zullen we samen tot God gaan. Heere, onze God, hier zijn wij. U ziet ons. U kent ons tot diep in ons hart. En we danken u, Heere, met een ieder die nu gelooft dat we rein zijn achter het bloed van de Heer Jezus. Was ons witter dan sneeuw. En laat het ook zichtbaar worden in ons dagelijks leven, Heere. Dat wij leven van uw vergeving. U weet, Heere, van het onkruid wat zomaar weer kan opschieten. U weet, Heere, van hoe onze agendavulling is. U weet wat voor ons omstandigheden kunnen zijn waardoor het onkruid van de zonde en verlangens en neigingen kan groeien. Wilt u onze ogen daarvoor openen en ons helpen om omstandigheden zo te maken dat wij goed kunnen strijden en de duivel weerstaan die probeert dat onkruid te laten groeien. Heer, u weet ook dat wij tot onze laatste snik daartegen te strijden hebben. Tegen de zonde, de wereld, ons eigen ik. We vragen u ook met elkaar vergeving voor onze zonde. Als gemeente, als kerkverband. Als wij uw offer vaak niet op waarde hebben geschat. Als wij niet geleefd hebben zoals u het van ons vraagt, ook richting onze naaste, in de nood die er is. Heere, wij komen tot u. En dan ziet u in het bijzonder ook degene die eerlijk moeten zijn, eerlijk zijn voor u. U weet, Heere, wat er naar boven gekomen is. En u weet ook, misschien ook al herkennen vanmiddag, dat de geestelijke vreugde weg is. Was. Heere, wij erkennen dat wij zondig zijn voor u. We vragen u om vergeving. Was ons. Reinig ons. En laat ons zo schuilen achter het bloed van u, Heer Jezus Christus. Heer, en als er dan vanmiddag ook zijn die misschien al worstelen, is het ook voor mij. Is er voor mij ook vergeving. Heer, laat ons dan de toevlucht nemen tot u. Want u bent toch een graag vergevend God. Zie zo naar ons om. Breng ons op de goede weg. Leid ons, Heere, door het leven heen. Ook al zullen we nog tegen onszelf aanlopen. Ook al moeten we belijden dat er binnen bij ons ook iets verkeerds is. Kom dan vooral ook met uw geest in ons hart. Neem de overhand en geef ons vreugde over wie u bent. Over het perspectief wat we hebben. Heere, wij danken u. Dat iedereen in u gelooft mag weten dat we eenmaal verlost zullen zijn van de zonde die we doen, maar ook van al die neigingen. We danken u dat dat het perspectief is. Geef ons dat ook als vooruitzicht. Help ons om daaruit te leven. En geef dat dat ons leven hier en nu mag stempelen, als we met Christus gezeten zijn in de hemel. Heer onze God, gaat u zo deze week ook met ons mee. Help ons bij alle praktische dingen van het leven. U weet, Heer, wat ons aandacht vraagt. Dingen die op ons pad komen. Als we misschien een weg moeten gaan naar het graf. Of naar het ziekenhuis moeten. Of naar de dokter gaan. Of als we gewoon doorgaan met school en met werk. Heer, u kent ons. Wilt u ons helpen om ons te wapenen tegen verslavingen en verleidingen. En wilt u ons ook helpen om naast elkaar te staan. Om elkaar op te dragen in de troon van uw genade. Om samen te leven tot uw eer. Heer, de boze slaat ons graag uit elkaar. Verbindt u ons zo aan uzelf en aan elkaar. Geef zo een gezegende week. Leid ons in alle dingen, Heer. Wees bij deze wereld ook. U weet wat er speelt. U kent de zorgen. Financieel, sociaal, emotioneel. Heer, waren er geen zonden? Dan waren er geen wonden. Ontferm u dan, Heere. Zegen hulp die geboden wordt. Doe recht aan mensen die leven in onderdrukking. Verbreek daar in het werk van dictators. Geef dat er eerlijke handel is. En laat ons leven eraan mogen bijdragen, Heere. En zo kijken we op naar u. En dan zien we in u
Een heilige God die uw zoon gegeven heeft. Wat een wonder. Wat een liefde. Wat een trouw. Wat een genade. Wij prijzen u. Wij loven uw grote naam. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Nu en tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de dienst van de Heere. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande onze slotzang. Psalm 130 vers 2 en vers 4. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130 vers 2 en 4.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.